Ik ben eigenlijk, zeg maar, in mijn, in mijn leven zeg maar, heb ik altijd in een situatie gezeten waar het een soort van uncomfortable was, waar het, eigenlijk waar je het gevoel had dat je 1-0 achter stond. Ik heb, ik, heb, ik heb natuurlijk nooit een vader echt gehad in mijn, in mijn familie. Ik heb veel uh, violence gezien, ik heb veel alcohol gezien, drugs gezien. Ja, gebroken gezin, zeg maar. Daar, vanuit die situatie kwam ik eigenlijk. Ja. Dus ik doe dat zo, maar je moet een rondje draaien. Dus je gaat eens met je rug naar het publiek, en dan kom je weer terug, ja. weet je. Ja. En op het moment dat ik zo terugkom, ik weet zeker dat ik daar echt... ...misschien maar tien seconden stil stond, met mijn hoofd leek het gewoon alsof ik... ...Frozen in Time was. Ja. Zie ik in de verte... ...Michael Jackson binnenlopen met zijn hoed en een paraplu lopen. Heel nonchalant zo langs die dingen naar beneden lopen, met, met een kleine passie achter. Ja. Hij loopt zo en ik sta zo. Ik zeg, oh Michael fucking Jackson. Ja. It's in the fucking moment. Hey, what up? It's game, man. Nando League. Hey, what's up? Yo, this is 50 Cent. Hey, this is Rihanna Fernando. Hey, yo, Fernando. What's up? TJ Khaled. Hey, what's up, everybody? This is J. Bobby. Nando League, okay? Okay, okay? Fernando. X is in that station for a reason, baby. I Nando Real talk. Yeah, what up, je boy, Fernando, a.k.a. Mr. Keeper, Hard Keeper, Banger. Welkom bij een geluknieuwe podcast, Real Talk. Sowieso, de podcast over knowledge. Verschillende mensen die hun verhaal vertellen. Je weet het, als je het platform wil supporten... er zijn nog vele andere interviews. Dus ga checken, liken, subscriben. Make the channel big, want ik doe dit in mijn vrije tijd om deze move wat groter te maken. Ik interview al volgens mij al sinds 2004 de grootste sterren. Deze man heb ik in 2008 geïnterviewd, die net Klaus met so you, Think you Can Dance. Ik voelde de energie bij hem. We spraken backstage en ik stelde: wat is je droom? I want to make it big, man. Dit is wat ik doe. dit is mijn ding. En ik zag die honger in zijn ogen. Jullie hebben hem ondertussen zien dansen voor Chris Brown, Michael Jackson. Whitney Houston, maar hij is zoveel meer dan alleen een danser. Hij is ook creative director. Hij doet ook zeg maar, Forever Young creative directing. Vele andere shows doet hij. Vliegt ook binnenkort weer naar Amerika om zijn dingen daar te doen. We gaan hem vandaag leren kennen. Hoe ga je vanuit Nederland, geboren in Roermond, naar de <laughs> andere kant van de wereld om het daar te maken, weer terug te komen, je dingen hier te doen en blijf je humble? The one and only. Timor Steffens in Real Talk, baby. Welkom, broski. Thanks for having me. Bro. Ja, man bro, ik zei al: 2008 hadden we elkaar voor het eerst gesproken. Klopt. Je uh, was, was toen net uit, zoiets in des. Neem ons even mee in die motion 2008. Jouw Jeez. leven veranderde volgens mij na die auditie. Wat kan je, yeah. ja? Eigenlijk moet ik je nog iets verder terug meenemen. om je een beetje die mindset ook te laten begrijpen, zeg maar. hoe ik daar terecht ben gekomen. Ik ben eigenlijk, zeg maar. In mijn, in mijn leven zeg maar heb ik altijd in een situatie gezeten waar het een soort van uncomfortable was, waar het, eigenlijk waar je het gevoel had dat je 1-0 achter stond. En ik geloof heel erg in dat dat een drijfveer is geweest in mijn hele carrière, in de zin van je kan de slachtofferrol gaan uh, vasthouden of je kan de kracht uithalen. Ik kom bijvoorbeeld zoals je net zei Drummond, dat zou niemand weten waarschijnlijk. maar ik ben daar dus geboren, waar mijn uh, vader en moeder elkaar hebben leren kennen toen ik drie was, is mijn vader weggaan bij mijn moeder. Ik heb toen heel veel dingen meegemaakt in mijn jeugd, die zeg maar heel onstabiel waren en niet heel goed voor mij waren als kind. Wat is een uh, voorbeeld daarvan, van onstabiel? Uh, ja, ik heb, ik, heb, ik heb natuurlijk nooit een vader echt gehad in mijn, in mijn familie. Ik heb veel uh, violence gezien, ik heb veel alcohol gezien, drugs gezien, uh, heel veel uh, op verschillende plekken gewoond. Dus ik heb continu moeten leren om nieuwe vrienden te maken, weer afscheid nemen, nieuwe mensen zien, weer afscheid nemen. Dus eigenlijk. Ja, leer je daar heel erg snel uh, emoties loslaten. Waardoor je eigenlijk ook in een soort van uh, ja, modus komt dat je continu overal comfortabel moet kunnen zijn. Maar je leert ook nooit wennen aan mensen en, nee. en, en dingen waarderen en nee. mensen dichtbij te houden, Precies. liefde, ja. een band, connectie ja. maken. Mijn moeder was dan de enige steady factor, zeg maar. En die heb ik ook echt zien strijden voor, uh, voor mij en uh, mijn zusjes. Dus ja, gebroken gezin, zeg maar. Vanuit die situatie kwam ik eigenlijk. En ik denk dat het wel. Interessant is om ook te vertellen waar, waar dans eigenlijk vandaan is gekomen. Want ik ben niet begonnen vanaf kleins af aan, wat veel mensen denken. Ik ben pas eigenlijk gaan dansen toen ik 17, 18 jaar was. Ik uh, weet dat ik, ik, ben in een, ik woonde in een achterstandswijk in, Rotte, in Schiedam. Uh, Schiedam uh, Parkweg, ja. vlakbij Marconiplein. Randje Rotterdam. En dat was eigenlijk een buurt waar de woningen gewoon wat goedkoper waren. Waar eigenlijk uh, ja, allemaal mensen vanuit het buitenland die daar vooral woonden, omdat het gewoon wat makkelijker was. Mijn moeder is ook half Duits of Nederlands. Dus wij konden daar zeg maar, makkelijker uh, verblijven. En dat was wel een best wel heftige gebeurt. Uh, ja? Veel gekke shit gebeurde daar. Heb je er een zin van. Ja, als in. Uh, ik, weet, ik weet gewoon uit uh, wat ik daar heb meegemaakt en heb gezien dat als ik mijn passie voor dans niet had gevonden, dan ja. had ik ook een hele andere richting op kunnen gaan. Ja. Je bedoelt um, een criminal life bijvoorbeeld. De, ja, 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 maar ook gewoon omdat je, in bepaalde. Je moet het ook zien, in bepaalde. Uh, life circumstances. word je ook niet blootgesteld aan bepaalde dingen. Waardoor je ook niet weet wat er te halen valt in het leven. En dan kan je in een soort slurvallen vallen van wat je ziet om je heen. dat dat het enige is wat je kan behalen, zeg maar. Dan krijg je die stimulans niet. En ik denk dat ik ergens. Uh, rond me 16 en 17 of zo. dat ik. Uh, begon met uh, dans in de zin van dat ik wegging uit huis en dat ik dan uh, naar bepaalde battle events ging of dat ik stiekem uitging met een valse ID om te kunnen dansen tegen ja. andere guys. En zo begon het een beetje, gewoon letterlijk hip-hop. Weet je, freestyle, battles en het gevoel wat ik daarbij kreeg was een soort erkenning voor wat ik deed. Je werd gezien, dat... voelde je gezien? Ja, je werd gezien, maar dat komt ook weer ergens vandaan, omdat ik heb best wel, ik heb bijvoorbeeld een stiefvader gehad die echt een goede guy was, maar tough love. Hij kon alleen maar benoemen wat nooit goed was. Dus ik kreeg heel erg het gevoel dat ik altijd aan het zoeken was waar ik wel goed in was. Dus ik ging voetballen, ik ging kickboxen, ik heb zwemmen, wedstrijdzwemmen geprobeerd. Ik heb alles geprobeerd om te kijken wat kan ik? Waar ben ik goed in? Daar komt ook nog bij kijken. Ik ben een mixed kid zeg maar. Ja. Ik ben Marokkaans, mijn vader is uh, Berber Berber, Amazigh. Ja. Mijn moeder is half Duits, half Nederlands. Dus ik heb bijvoorbeeld omdat mijn vader jong is weggegaan, nooit Marokkaans geleerd. Maar als ik op het plein stond op school I look like a Moroccan kid. Dus als ja. die Marokkaanse vrienden van mij met me gingen praten, zei ze: Ja, je bent niet echt mokkeren, want je praat geen Marokkaans. als ik bij de Hollanders stond, was ik toch die Marokkaan. Ja. Dus ik was een soort van altijd een beetje zoekende: van, waar hoor je bij? Zoek naar jezelf, naar je eigen ID. Maar wat en... voelde jij in jezelf dan? Want als je bijvoorbeeld bij. De, de want je weet, je bent half Marokkaan, ja, dus, dus je denkt van, hé, hey, ik ben ook... ik ja, ja, ja. voelt dat, een soort afwijzing, dat zij dan tegen jou zeggen van... Niet jongen, per se dat ze me afwezen of zo, maar ik denk dat het gewoon een zoektocht is. Want wat, je wilt ergens bij passen. Je wilt ja. in een soort van, als je kind bent, ben je in een box passen of zo. Je, 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 zo word je een beetje geprogrammeerd, dat je ja, denkt van, ja, ja. oké, okay, waar hoor ik bij? Ja. En ik denk dat dat een soort zoektocht was. Dat is ook het gesprek, volgens mij, wat we hadden in 2008 van... I was looking... Hoe is Timor, zeg maar, snap ja. je? En ik heb toen, doordat ik dans heb ontdekt, kreeg ik erkenning. En toen kwam ik er ook achter. En die community van dans maakt het niet uit wie, wat je bent, wat je geaardheid is, whatever. Yeah. It's a universal language. Ja. Zeg maar. yeah. En daarin voelde ik me zo vrij. En ik kreeg erkenning, love, weet je, van mensen. Ja. En het voelde zo goed. En ik hoefde niet eens mijn best te doen. Dat kwam Dat gewoon natuurlijk. Was Was just fucking ja. dancing. Ja. ja. En ik zat toen op een kappersopleiding. Ik heb elektrotechniek gedaan. Ja. En ik weet nog dat er op school een, een leraar naar me toe kwam. Die zei van, die had een krantenknipsel bij zich en die zei van, hé hey, luister, wist je dat je naar school er is een nieuwe opleiding in Rotterdam, een MBO dansopleiding. Daar de kan Codas, je. Toch? Nee, nog, nog geen oh. code. is een andere. Hij zegt ja, je kan naar school gaan, je kan studeren. Ik zeg what? You're trying to tell me dat ik gewoon naar school kan gaan om te dansen de hele dag? You're kidding me. Ja, dan kan je gewoon professioneel dansen worden. Zeg, hoe bedoel je professioneel dansen? Ik battle gewoon. En dan pak ik 250 gulden als ik ja. iets win. En een gratis champagnefles. Fucking lit. Ja. Maar, wait. je dus je kan een beroep ervan maken. Ja, toen kwam mijn zoektocht naar wat je allemaal kon bereiken. Toen zag ik Michael Jackson, Janet, Justin Timberlake, Chris Brown. Al die dansers erbij, weet je. En toen ging het lichtje branden. Dat je met dans veel meer kan. Maar wel in Amerika. En hoe ik bij Sojetin kwam... Ik ging dus vanuit een hip cultuur Echt gewoon breakdance, popping, locking. Gewoon echt alleen die elementen waren mijn basis. Heel erg waving. ik was altijd van die liquid shit. Ik wilde illusies doen, onmenselijke dingen, ja. weet je. En op een gegeven moment zag ik dat die dansers in Amerika, want ik ging echt onderzoek doen wie ze waren, zag ik dat hun ook technisch waren. We konden pirouetten draaien, gekke sprongen. En ik dacht van, oh, dus als je in Amerika wil dansen, moet je alles kunnen. Dus ik was toen. In een soort danscompetitie ook beland. En toen ben ik daar gaan rondvragen op wat de beste school is van Nederland. Die zeiden Kodarts Rotterdam. Het is wel een ballet en moderne school. Dus klassiek moet je kunnen en dit. En ik ben toen als enige hip-hop guy daar in die lichting gekomen bij die auditie. In mijn baggy shorts, kwam ik daar aan. Dat was letterlijk een step up movie, bro. En ik weet nog dat iedereen. Althans, niet iedereen, maar de meeste mensen, die verklaarden mij vergekt. gek van bro, je had geen ballet doen, bro, je bent al man. Ja toch? Heel yeah. erg judgmental van wat ga je yeah. palet doen bro? jean Van deed it too man! Look where it brought him! Nee <laughs> maar tegen de stroming in, yeah. want ik wist dat dat mijn fundament zou zijn over mijn lichaambeheersing en dat het nooit een valkuil zou mogen worden dat als ik in een auditie sta yeah. en iemand zegt oké okay, nu wil ik dat je doet tombe B. Paul assemblée Say what? What the hell is that? Dat zijn termen in het Frans. hoe je een bepaalde dansbeweging doet in ballet. Oh shit, oké. Okay. tour en l'air, uh, glissade. Assom, zijn allemaal bewegingen. Dat weet ik nu, omdat ik dat heb gestudeerd. Maar ook mijn uitdraai, mijn, mijn houding. Mijn, mijn controle over mijn lichaam. Al die dingen heb ik geleerd op codards. waardoor ik veel bewuster werd van mijn lichaam. En dat is dus waarom in die auditie wat je deed met So you Think. dat je op een gegeven moment die ballet moves er doorheen gooide. Ja, ik wilde, ik wilde mezelf laten zien. Ik wilde, laten zien, ik de, ik, ik wilde meedoen met So you Think Dance omdat ik wist dat als danser ben je altijd bijzaak Je bent altijd background. Zo so je tink ging om dans. Het ging om jou. Ik dacht, wow. Ik kende dit format uit Amerika. Ik zei, yo, this must be the number one opportunity for any dancer om, om daaraan mee te doen. Je moet hier aan meedoen, want dan kan je jezelf laten zien. Je kan laten zien hoe allround je bent, hoeveel stijlen je beheerst. Ja. Dus ik zei, ik moet hier aan meedoen. Toen heb ik ook gevraagd aan coders, dus kan ik hier aan meedoen? Ik zat toen in het tweede jaar. Zei ze zeiden, we supporten jou. Je kan gaan, je kan ook terugkomen hier naartoe daarna. Go for it. Weet je, ik ging er naartoe met het doel. Ik wil aan Nederland laten zien wat ik kan qua dans. Ja. En ik wilde alles laten zien. En dat ja. was ook die opzet van het format. Je moest allemaal verschillende dansgenres doen. Je moest solos laten zien. Dus ik dacht, dit is een perfecte opportunity om een springplank te creëren voor mezelf. Ja. Zodat ik dat weer kan meenemen als ik naar Amerika ga. Want dat format kennen ze daar. En ik heb content van mezelf. En ik heb misschien een bekendheid kunnen creëren in Nederland. En het gekke was. In Nederland was dans altijd een bijzaak. Ja. Background dancing hier. Je had uh, toppers, je had andere dingen. Gewoon, dans is leuk. Maar ik merkte toen op een gegeven moment dat ik van bijzaak hoofdzak had gemaakt. Ik was ineens bekend. Ja. Als danser gewoon. Ja, ja. Zat ik in interviews? Ja. Mijn mind was blown. Ik dacht, hoe kan dit, weet je? Dus van die kracht vanuit, uh, van, vanuit mijn passie heb ik dat kunnen omzetten. En daarin heb ik bedacht bij mezelf, van ja, toen ik met jou zat, van ja. Ik denk dat ik naar Amerika moet gaan. Maar ook weer, ja, nou, dat klinkt van toch? Als je een kleine ja. jongen zo hoort praten. Ja, ik wil met Johnny Jackson praten. Ja. Dan, dan. Hoe groot is die kans nou dat dat gaat gebeuren? Ja, maar je had, een, je had iets, en dat is wat ik ook vaak tegen mensen heb gezegd. Van uh, Toen mensen mij gingen uitlachen. toen ik zei van dat ik uh, hip-hop radio op de kaart wil zetten in Nederland. Dat ik gewoon mensen ga pushen. Dat ik de culture ga pushen met media. Ja. Toen zeiden ze: Ja, nee. Jij ja, moet ga ook nog mensen in Amerika ook interviewen. Ik ga ook daarom denken, ja, nee. Er is iets wat ik dus herken bij mensen. Dat is de manier hoe ze iets zeggen. Net als toen ik Rihanna interviewde. Toen zei ze, ik zei, well, what, do you, what do you want to become? I want to become a global star. Ze was toen 18 toen ik haar sprak. In het Sheraton Hotel in Amsterdam. Yeah. En ik wist ook niet dat ze, ik wist dat ze groot ging worden. Dat yeah. Ze had een goede tjoe. Dus ik denk, ja... Maar zelfs ik had het niet kunnen bedenken. Maar ik zag wel dat ze het ging maken. Was dat ja. een soort iets in een ogen. Dat had jij ook. Jij, jij wilde zo graag. Volgens mij was muziek en dans ja. sowieso jouw nummer liefde. Ik denk dat je ja, ja, alles ja. had gelaten. Ja, 100%. Voor dit. Dat was ook... Het was echt mijn leven gewoon. Ik weet, ik weet dat dans was altijd een soort... Uh, was therapie. Gewoon literally. Als ik, als ik aan het dansen was met de boys... dan... Uh, dan, dan maakt het niks meer uit in het leven, zeg maar. Dan was ja. alles weg gewoon. Het was gewoon een stukje loslaten. En, en toen ik erachter kwam dat dat stukje loslaten... en fun en het gevoel wat ik kreeg ook kon omzetten in work. Ja. Dat, klonk, dat klonk te goed om waar te zijn. Ja. Van dat kan niet. En toen ik op een gegeven moment elke keer meer dingen tastbaar kreeg... van mijn neus. Een dansopleiding. So you think you dance. Uh, oh, ik kan naar Amerika. Of, toen dacht ik van wow, het is gewoon werkelijk. Het kan. En, ja. en ik hoef het alleen maar te zien. Ja. Ik hoef het alleen maar te zien. Als ik mijn visie op kan zetten en ik weet dat het kan, dan moet het gebeuren. Zeg maar. Want ik weet nog dat, dat Dan Carrots tijdens die auditie. Die freeze, dat je gewoon ging. <laughs> tijdens die je dat je zei van. Yo man, pack your bags <laughs> and come to LA. Ja, wat ja. grappig is, wat hij dus uitsprak. Ja. was uiteindelijk jouw vervolgstap naast. Zoiets denk ik klopt. Want ik denk dat elke dans. natuurlijk, verschillende mensen kijken deze podcast. die kennen sowieso. of iemand die danst of wil dansen. Of, maar wat jij ging doen was zo on-Nederlands. om ook naar Amerika te gaan. Hoe de hel. Kom je van So You Think You Can Dance? bij op een gegeven moment een auditie van Michael Jackson, Recipes, We Love You. Hoe kom je daar? Hoe, hoe is dat? Pakte je gewoon een vliegticket en <laughs> ging je gewoon. Het is een funny story. Ik zal je een long story short vertellen. Ik, um, na So You Think You Can Dance was ik tweede geworden. Ik wilde ook heel, mijn doel was gewoon So You Think doen en dan gelijk naar Amerika. Ik weet niet hoe, ik weet niet waar. Ik wil gewoon naar Amerika. Ik ben ik naar Amerika gegaan. Toen, het eerste wat ik deed, is elke grote dansschool inlopen. Millennium heette het, Millennium, uh, Debbie Reynolds, uh, The Edge. Allemaal verschillende dansscholen die ik kende van YouTube. Al mijn helden, ja. al mijn YouTube, toen de tijd die net populair was. Ja. Al mijn danshelden gaven daar les. Die al bij Justin dansen, die al bij Beyoncé dansen, noem maar erop. Dus ik ging daar naartoe met het doel, ik moet in die lessen staan. Ik wil les krijgen van die guys. Ik wil ze leren kennen en ik wil laten zien dat ik er ben. Dus ik ging overal vooraan staan, brutaal als fuck, en ik ging die gorillas kapot maken. Dat is mijn doel. Ja. Om, om gezien te worden. Op een gegeven moment zagen mensen mij, kwam ik in gesprek, kwam ik toevallig ook uh, Dane Curdy daar tegen, kwam ik ook een andere graaf tegen, een ik in gesprek gaan, zeggen van, yo, wat is de beste agent hier in Amerika? Waar moet ik naartoe? Zei ze zei, ja, we kunnen wel een gesprek voor je regelen, dan moet je daar naartoe en dan kan je met ze praten. Zo toen ben ik ook bij die agentie terecht, nog niet trouwens toen ben ik nog via een mutual friend, ik weet niet hoe dat is gebeurd, maar dat was echt gewoon een super toeval dat wij een mutual friend hadden, dat ik op een gegeven moment bij de goei gaaf van, van Justin Timberlake thuis kwam, Marty Cudahy ja. heet hij, ja. super groot in die tijd, want toen was Justin Timberlake het ding voor ja. dans, weet je? Ja. Dus ik zit ineens thuis gewoon bij hem op de bank gewoon met, met wat vrienden van hem ook, Ze praten zo, ik gooi me die hele oude lelijke MacBook wat je van vroeger ja, zo ja. open. Ik zeg, yo, ik heb wat footage van Soyuz dus Tinker Wat vind je ervan? Dan denk je dat ik hier zou kunnen werken. En zo zie je hoe kostbaar het is dat sommige mensen iets uitspreken. wat jou voor, voor gewoon life changing is. En die woorden die hij daar zei. hebben mij zoveel motivatie gegeven. Hij, hij keek naar die beelden. Hij zei: Yo, you're actually really good, man. You're all around. I think you would work a lot in the United States. You should live here. Kijk me. Wow, de gooie gaaf van Justin zei dat. Dus in mijn yeah. hoofd was het gewoon yeah. de waarheid. Dit is gewoon. God just praised me. Yeah, yeah. Let's fucking go, weet je? Yeah, yeah, yeah. Nou, toen zei hij van, dezelfde uh, agency zei hij ook: ga er naartoe. Ik vouch ook voor je. Dus had ik nu al twee, drie mensen die zeiden: ga naar deze agent. Ik daar naartoe, weer die, die beelden laten zien. Dus dan zie je maar: I first did something in my own country. Yeah. Zodat ze daar iets hebben om, om wat tastbaar is. Ik yeah. kan daar wel met mijn mond gaan: ja, ik ben dit, ik ben dat. Nee, ze willen iets zien. En so Think was gelukkig een internationaal format. Ze dus kijken ook naar die beelden: wow, wow, je bent best goed en je kan veel stijlen, dit en dat. Je hebt een goede lengte, dit en dat. Dus nou, top, leuk. Maar, dit zeiden ze. But, je moet een workvisa krijgen. Dan mag je hier pas werken. Maar om een workvisa te krijgen, moet je een hele grote job binnenslepen voor drie jaar. Want je krijgt een workvisa voor de deur van de job. Ik zeg, hoe dan? Ja, audities doen. Ik zeg, oké, okay, maar laat maar audities doen. Zeg, ja, er zijn nu geen audities. Nou, geen audities, dit en dat. Ik naar huis. Dit is het leuke. Ik naar de Maasilo. Ik was daar bij een uh, fashion show van een vriend van mij. Doen. Ik vond hem helemaal uh, gezellig, weet je. Ja. Elf uur, twaalf uur was het of zo. Belt mijn manager mij ineens. Hij belt zo. Ik neemt neem zijn telefoon op. Ik zeg: Hallo. Hij zegt: Yo, je moet nu naar beneden komen. Je moet editie doen voor Michael Jackson. Je moet naar huis je spullen pakken. Ik zeg: Kill, hou je bek, vriend. Dus ik hang op. Ja. Ik denk: Het is een domme prank, weet je. Dus ik ja. ga weer verder dranken. Dan dus belt hij weer op. Hij zegt: Bro, ik ben fucking serieus. Block Agency heeft een mail uitgestuurd naar heel veel mensen waarvan zij denken dat ze moeten komen. Naar deze auditie, jij bent uitgekozen. Kom nu naar buiten, want dus ik sta voor de deur. Dus ik ben Ma Silo naar beneden, ik zie hem, ik zeg: Oké, okay, this is real. Ja. In de auto ze Ben je serieus? Hij zegt: Ja, er zijn 6000 mensen over heel de wereld uitgenodigd, je kan alleen komen met invite. En jij bent geselecteerd om auditie te mogen doen namens Block. Dat is die agency, ja. Block Agency. Dus ik naar huis toe, moeder sliep, maak mijn moeder wakker. Ik zeg: Ma, man, ze wordt wakker zo. Ik zeg: Ma ik zeg ik ga naar Amerika toe ik heb net mijn koffer ingepakt ik ga naar Amerika toe dit liedje voor Michael Jackson mijn moeder begon te huilen want ze wist hoe graag ik dit wou toch? Ja. dus ik uh, afscheid genomen van mijn moeder naar het vliegveld gaan ik ga naar L.A. toe ik weet nog ik kom daar aan rij naar uh, Staples Center en ik voelde me, ik voelde me, kan ik niet uitleggen, maar ik voelde me een soort van supermachtig toch? Omdat ik dacht van: Ik ben die guy van Nederland van zoiets tien keer. Dat was een beetje hype toch? Nee, nee, dat ja, ja. Dat? Ik dacht, sorry, sorry. Ja, ja, ja. In Nederland ben je de man toch? Ja, ja. ja je bent die guy van zoiets En je bent er ergens. Dus ik helemaal met die confidence <laughs> naar toe van: hey, Ik ga deze shit slopen he, toch? Dus ik kom daar aan zo. En ik, zie, en ik zie zes, ik zie echt een rij staan, Keel. Kapot lang. Dus ik kom daar aan. En ik kijk zo, mijn confidence is hier toch? En ik zie nu ineens al mijn helden uit Frankrijk, uit New York. Uit ja. Mijn confidence begint lager en lager. Ik zeg: Oh, yo, deze guy is kapot. Erg, oh, hij is, goed, hij is goed. Ik kom ervoor, ik pak mijn nummertje en ik ga zo heel in een hoekje zitten. En ik begin zo te stretchen en ik kijk omheen. Ik zeg: Oh, hey. gewoon bijna een fanboy. Hè? Gewoon, ja. Ik kende iedereen toch? Van die filmpjes die ik. Kijk mij, hoe ga ik dit halen? Dus toen, moest ik, toen was het moment dat ik even moest schakelen hier. Want ja. ik was echt onzeker aan het worden van ja. mezelf. Toen zei ik tegen mezelf: Dat weet ik nog. Dit heeft me zoveel zo gemotiveerd. Ik zei dit. Ik zeg: Bro, je bent de enige Nederlander hier. die dit doet voor Michael Jackson. Je gaat waarschijnlijk Michael Jackson kunnen ontmoeten. ergens in dit proces. Ook al boek je het niet, dit gaat een fucking experience zijn. Ja. Je gaat Sorry. alles geven. Want je toch? Ik geloof weer in nee, heb je ja, kan je krijgen. Dat is hetzelfde met dit. Ja. Ik kan nu wel erin gaan van. oh, misschien niet. en dan ben ik ook verdrietig. Nee, fucking enjoy this shit. Sowieso, man. En ga alles geven. Want wat is daar fout aan? Liever 100%. En dan tering hard op je bek gaan, dan 60% safe. Ja. Dus ik dacht van, nee man, ik ga je representen. Amanda, doe maar shit. Ik ga keihard bikkelen. Vijf rondes. Hoe dat gaat. Je gaat in een rij staan. Nadat je hebt gedaan, zo in auditie, gaat in een rij staan. Het enige wat je hoort is dit. Thank you very much. Please stay. Thank you very much. Please. Gewoon heel snel gaat dat. Dan word je naar huis gestuurd of je mag blijven voor de volgende ronde. Ik weet nog dat ik op het podium stond bij ronde drie. Heel tijd geen Michael, gewoon audience. Weet je, gewoon ziet de director zitten. Wat camera's overal en wat assistants. Ik sta op het podium zo en dit is het moment dat Smooth Criminal begint. En het begint zo. Doedum, 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 doedum. Dat is die opbouw toch, je voelt die adrenaline in het begin, die rustige opbouw door die Cobra van Michael. Dus ik doe dat zo, maar je moet een rondje draaien, dus je gaat eens met je rug naar het publiek en dan kom je weer terug, weet je. En op het moment dat ik zo terugkom, ik weet zeker dat ik daar echt misschien maar tien seconden stil stond, met mijn hoofd leek het gewoon alsof ik frozen in time was. Zie ik in de verte Michael Jackson binnenlopen met zijn hoed en een paraplu, heel nonchalant zo langs die dingen naar beneden lopen, met een kleine passie achter. Hij loopt zo en ik sta zo. Ik zeg, Michael fucking Jackson. Ja. Yeah. is in de fucking building. Ja, dat is klaar. Ik zou al klaar zijn met auditie, maar Frozen. Ik heb het al bereikt. Frozen. Yeah, I see him. Ik <laughs> ben al klaar. Mijn eerste, <laughs> keer, mijn eerste keer in mijn leven, ik zie hem daar gewoon. Yeah, yeah. Ik zie hem naar binnen komen. En die Gorio was al doorgegaan, dus ik ging al fout, omdat ik gewoon even, weet yeah. toch? Starstruck was letterlijk. Ja. Yeah. Dus 19 of zo, 19, 20 jaar. Yeah. En um, toen dacht ik: van klaar, ik moet slopen. Dus ik ging alles gegeven wat ik kon. Twee, drie, uh, twee rondes verder. Uh, het gaat heel snel toch? Als ja. was ik gekat. Dus ik was gekat, als in ik was niet door. Dus ik, naar, uh, <tus> ik was gewoon oké. Okay. Nee, ging je niet huilen? Ik zou huilen, bro. Nee, maar ik ga het oh. je. Nee, nee, maar, okay. maar. Maar remember wat ik, wat ik daarvoor zei? Yeah. Enjoy the process. Je hebt ja. Michael gezien. Ja. Ik ging niet huilen. Ik zei van nee. Ik, ben nog drie, ik heb mijn ticket is nog drie dagen. Ik had een ticket voor vijf dagen of zo geboekt. Ja. Ik ben nog drie dagen hier. Weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon de hele dag lessen volgen van mijn helden. Ja. Dus ik ging naar Millennium toe. En ik ging alleen maar lessen volgen. Ik dacht, weet je, ik maak het beste ervan. Ik heb Michael gezien. Fucking tof. Mijn eerste auditie in Amerika. Ja. De grootste auditie meteen. Fucking tof. Ja. Ik ga lessen volgen. Dus nog steeds positieve energie. Mindset ja. nog steeds goed. Lessen, 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 lessen. Op een gegeven moment ik had ik heel veel spierpijn. Dus ik ging zitten aan de kant. Ging alsnog kijken. Kreeg ik een belletje. En ik had toen zo'n uh, Samsung flip phone. Oh ja. Zo'n tijdelijke. als ja. je, je daar bent. Ja, ja. Een makkelijk telefoontje. Ja. Opengegooid, zo. Word ik gebeld zo. En uh, de mensen met wie ik toen verbleef. Die belden mij op. Ze zei van hey, die uh, agent heeft net gecontact. Die zeiden dat ze een klein foutje hebben gemaakt. En ze willen je alsnog zien voor een callback oh. in een private uh, audition. zeg maar. Ik zeg: Wat bedoel je? Ja, 15 mensen werden uitgenodigd voor private audition. Ze willen jou ook zien. Ik zeg: maar ik heb zoveel spierpijn. Ik zeg: Wat de fuck moet ik doen? Ik, ik kan niet. Ja, het is morgen. Hij zegt: kom naar huis, we hebben een trucje, dan gebruik je Epsomald of uh, magnesiumzout. Ja. Zet je in bad. En dan gaat je spieper sneller weg. Dus ik dacht: what the fuck is this for magic? Gebruik alles maar. Let's, ja. dus ernaartoe... <laughs> let's go. Dus ik ging er naartoe, let's go. Ik ging zitten in dat bad zo. Ik zet die magnesium zout het werkt Miracles. Volgende dag ging ik daar naartoe. En ik heb dus die ervaring van in Cadence, waar dus heel veel camera's overal zijn, toch? Ja. Dus ik kom binnen in een studio met een spiegel hier, een spiegel hier en een spiegel daar en een klein deurtje. Dus ik kom binnen met een soort awareness: van. Hmm, is, there something, is there someone behind this mirror? Ja. Nee, toch? Het is niet gewoon zomaar dat uh, ja. ze daar zijn. Vijftien dansers, hele goeie vanuit heel de wereld zitten daar nog steeds. Horen we, ja, we worden twee dansers gecast vandaag. Uh, we gaan dezelfde choreo doen als bij de auditie. Uh, jullie mogen de choreo doen. Dus we deden de choreo, dit en dat. Op zei iemand zo: van, Oké, okay, is er nog iemand, heel nonchalant was het allemaal. Is er nog iemand die iets speciaals wil doen, freestyle of zo? En iedereen was het van heel rustig. Ik zeg: me. Zonder freestyle, ik kan freestyle, ik kan doen dergenom, ik kan doen soms heel excited, iedereen keek zo, zo ja, maar, dan wil ik ook, weet toch? Dus ik ja. was heel brutaal een beetje gewoon ja, ik dacht, fuck slim. it, ik wil mezelf laten zien, ja, dus man. ik ga het ervan nemen ook. Oké, okay, muziek aan, wat wil je horen? Weet je, ik had Jay Z opgezet of zo. Ging freestylen, gewoon voluit, alles laten zien wat niet in die choreo zit, dus andere dingen laten zien. Ja. Eens dan mensen gingen weg, studio uit, zitten we allemaal op de grond te wachten zo. En ik weet nog dat ik zo'n uh, headshot had gegeven. Ja. Dat is een oude foto, die zal ik je wel een keer laten zien. Is een foto waar ik kaal ben. Heb ja. Ik heb helemaal millimeter haar met ja. een blauwe hoodie op. Ja. Heb ik hem zo op. En dat is heel herkenbaar. Het is een blauwe foto, weet je. Dus ze liepen naar buiten toe, ze komen terug en ze beginnen al die namen op te noemen van wie het door het is. Misha Gabriel, Tyne Stecklein, Nicholas Bass, Timor Stephens, Misha Gabriel. Ik zou. Ik tik die guy naast mij. Hij zegt, bro, hij die teamer 7? Hij zegt, ja, bro. Hij was er nooit, toch? Want hij was niet. Hij zei, oh, ja, yeah, <laughs> <toch zo> <laughs> ja, bro, your hij name? Ja, bro, your name was. Kijk mij, Sorry, sorry. Zie dus ik zo, maar nu <laughs> ging ik paniek. Want ik dacht, ik heb geen work visa. Dit gaat dit, dit, too good to be true, weet je toch? Yeah. Ik, ik zeg nee, nee, nee. Dus ik ga nee. De director zagen, Excuse me, sir, excuse me, sir. Can you take us, sir? I said, uh, um, you, you named my name, right? So, But I think you guys made a mistake because I don't have a work visa. I'm from Holland. That's like 11 hours from here. <laughs> 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 uitleggen, uitleggen. I said, no, no, no. I said, don't worry. Michael Jackson picked you. You're going to get your work visa. Don't worry. Just be ready for rehearsal. Kick me. Michael Jackson picked you. Bro. bro. In die zin, I'm going to go pension, bro. <laughs> 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 me be eerlijk. Maar, let me honest. Oh he is, he 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 is the blueprint. Van gewoon basically alles gewoon. En als je hoort gewoon... I know. I know, I know. Dat proces was, was... Ja, ik heb toen elke dag, die drie, vier maanden dat wij met hem hebben gewerkt, intensief. Elke dag dat ik wakker werd, heb ik mezelf geknepen letterlijk van... Yo, ik ga naar repetitie yeah. met Michael Jackson. Yeah. you fucking kidding me. Yeah. Mijn eerste auditie, mijn eerste job, het was gewoon... En het was ook pikkel, hè. Want je kan zeggen, ja, dope Michael Jackson. Nee, het was pikkelen. Wat was zwaar dan, dat nou, proces? Nou, ik heb dat nog nooit gedaan. Ja. Je moet je voorstellen, ik heb Soy in Nederland en ja. wat opdrachtjes in Nederland. Ja. Maar je hebt het nu één over Amerika, de grootste entertainmentindustrie van de wereld. En je hebt het over de grootste entertainer van de wereld. Ja. En de allerbeste dansers in de wereld. Ja. Dus ik ben weer omringd door de allerfucking beste. Ja. En ik ben de meest green guy in de fucking zaal. Ja. Ik ben de meest onervaren guy. Misschien heb ik heel veel potentie op dat moment. Dat is waarom ik ben gekozen. Ze zagen wat in mij. Potentie. Maar geloof mij... Ik had meters gemaakt in die processen. Ik moest echt bijbenen en meters maken en mezelf blijven bewijzen. Dat is keer. moeilijk, zeg maar in de zin. Qua, want ik, ik kan me voorstellen wat je zegt: van je komt daar, je bent die zo so je dance guy. Hé, hey, I got you. En dan, wat je zegt, dan zie je guys waarvan je ook weet, die zijn ook eng. Je weet het ook. Mm -hmm. En dan ben je er doorheen, maar dan zie je nog steeds weer een uitdaging. Dat is ook het is hetzelfde wat bij voetbal gebeurt, toch? Als je zeg maar met uh, bepaalde clubs, heb je allemaal van die veterans in een club. en dan komt ja. er zo'n jonge hond bij. Ja. Die andere kaars gaan toch op een of andere manier zo'n iets doen, zo'n ontgroening doen of zo, of van je moet jezelf bewijzen. Dat gebeurt daar ook. Maar hoe was het voor jou dan? gewoon bepaalde dingen. Mensen letten gewoon extra op je. Als je dan net niet goed staat, krijg je te horen van de veterans. Of als iets niet clean genoeg is, dan komt de assistent naar je toe van, hey, you gotta work on this shit. Daar moet je wel geestelijk sterk voor zijn, want het doet iets met je ego. En want je bent een green guy, je bent nieuw. En dan zegt een guy, ja, misschien moet je toch... Ja, ja, tuurlijk. Dus ik voelde me, wat ik net zei... toen ik van Nederland kwam, dacht ik dat. Maar ik wist ook in alle realiteit... Ja, ja, in Nederland kan je misschien de beste zijn. Maar als je naar Amerika gaat, zijn er honderd mensen die net zo ja. goed zijn. Ja. Omdat de beste uit heel de wereld gaan dan en toe. Voor Hollywood en al dat soort ja. weet je. Dus ik wist dat dat zou gebeuren. Um, alleen, ik, ik stond daar ook... ik geloofde er altijd in. Zelfs nu, vandaag. Ik kan blijven leren. Ik leer nu zelfs van jou. Ik leer van iedereen... Ja. Omdat ik ben niet goed genoeg ik ben niet beter. Snap ik wat ik bedoel? Ik, ik ben talentvol in wat ik doe. Ik geloof heel erg in mijn, in mijn craft. Ja. Maar ik, ik, ik geloof er niet in dat ik beter ben dan niemand. Snap ik wat ja, ik Dus als ik gezien. daar naartoe ging. Was het ook een soort van, yo, wat een blessing dat ik naast deze talentvolle mensen mag staan... Dat ik mag leren van ze. Want ja, deze guy heeft met Beyoncé getoord. Ja, deze heeft met Janet al Ja, deze heeft Justin. Dus laat mij kijken wat zij doen. Wat maakt hun zo ja. goed? En hoe doen zij het zo snel? Ja. Of waar, waar liggen hun skills? Leer me iets. Maar dat is de gift. Ik denk Spans. dat heel veel mensen dat, ja, Mensen onderschatten dat, maar dat is wel de key. Always humble yourself in a room. Snap dus je? Mensen gaan altijd van. Waarom ben je zo humble en rustig? Omdat ik altijd wil leren. Je bent altijd een work in progress. Ja. Want dat is hoe de greats greats worden, omdat ze op een gegeven moment in staat zijn om te willen leren. Maar je zei van: oké, okay, je bent handpicked met Michael Jackson. Je moet dansen met deze mensen. Um, heb je ook één op één met Michael gesproken? Heeft hij uh, dingen gezegd of gezegd van, hey misschien moet je die ook ja, zo tuurlijk, doen? Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ja. Wat, wat, wat kan je daarvan nog met, 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 ons, met ons delen? Hoe, hoe was ja, dat? Ja, de eerste paar keren dat ik, uh, ik was in Nederland, heen en weer natuurlijk voor mijn workvisa. Toen dacht hij dat het een leuk idee was om stroopwafels mee te nemen voor hem. Ja. Dus ik gewoon hele kleine luchten, weet je. Ik pak gewoon een hele doos stroopwafels voor iedereen. En Michael was in de repetitie. En zei: Hey, Michael, Michael, I have some super waffles for, for you from Holland. Je zei, Oh my god, I love those. I love Amsterdam. Dus oh. hij allemaal daarover praten. En toen, 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 toen ik hem voor het eerst ontmoette, was het ook heel grappig. Want de eerste twee weken was hij er niet. Hij observeerde de groep van buitenaf, ja. dus via camera en via die spiegels, om te zien of wij als groep ook leuk waren met elkaar. Want het is gewoon een feit: als hij de zaal inkomt, is iedereen anders. Want ze gaan zich allemaal anders gedragen. Ja zei dus er niet in, zie je echt hoe mensen zich echt verhouden tot elkaar en hoe ze zijn. Dus hij, hij vond het heel belangrijk dat wij een echt een leuke groep waren en we voelden als familie en gewoon goede mensen waren, los van talent. Ja. Nou, dat, toen hij dat had gezien, kwam hij binnen en toen zeiden de mensen ook van ja, als hij binnenkomt, kan je hebben gerepeteerd wat je wil, je gaat de choreografie allemaal vergeten. wij allemaal lachen, nee kan niet, want wij zijn hebben goed gerepeteerd, helemaal stoer doen. nee, we gaan hem laten zien dat we kunnen hem kunnen nog gaan slopen. Ja. Bro, Hij komt binnen, de muziek gaat aan, hij doet alleen de iedereen je ziet dat shit! Ja, yeah, man. En ook dat, we naam, dat ik naar hem toe kwam, dat we gingen met praten. zo yo, um, my name is Tim. So, no, I know who you are. You're Timor, stuff And you're from Holland, right? You're 20 years old. Ze so, I no, I know everything about all of you guys. Ik so, ga, goddamn, man. So, cool. man. Like, you know my uh, name? You know yeah, my name? Ja, yeah, yeah, man. Weet je? En ook bepaalde bewegingen. Ik was heel veel energie vroeger in mijn bewegingen. Dus ik deed die die move met die schouders, weet je? Die doek. Yeah? Ja? Dus ik deed dat met heel veel energie. Kom die zo naar me toe en zei you know, you need to relax a little bit. Make it more last minute. So when you do that with your feet, bring your shoulders in last minute because it will add a little bit more, you know, definition to the movement. Oh. Uh, ah. <laughs> all, right, all right. like this, like this. Gruwelijk. Zulke shit ook, maar ook gewoon gesprekken. Dat kijk die Black Panther video. Dat is echt one ja, of my ja, favorites. Ja, ja. Dat hij in die panten verandert ja. en dat hij die gekke tap dance shit ja. doet. Maar hij zit zulke zieke footwork in. Dus ik, ben, ik, ik zei van tegen die dansers, ik ben ook de jongste daar, zei tegen hem van ja, ik ga Michael vragen of hij dat wil voordoen. Dan kan ik het leren. No, 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 don't do that. Don't do that. No, no, don't, don't. No, but I want to ask you, why not? He's here. We can ask him, right? Yeah. No, no, no. Toen ging ik alsnog brutaal. Toen ging ze er ook mee, want ze dachten: van ja, dan willen wij het ook weten. <laughs> zei Michael, Michael, ja. Yeah. Can you do that footwork thing that you do in the video The Black Panther video? It's like, that's so cool. Can I learn it from you? Hij zei, which one? zei, I don't know. I sometimes just freestyle. I don't know. You mean this one? <laughs> Iedereen, oh shit. Goals, oh, well, gewoon, gewoon, well. Ja, hij deed iets heel anders, maar ja? was ook fucking ziek. En het is, kijk, wij waren ook allemaal echt gewoon onder de indruk dat we daar stonden met hem. Ja. Hij is 50 jaar. Wat je weet ook is dat je als je tien jaar niet danst, ja. of als ik, als ik vijf maanden niet dans, voel ik het al in mijn lichaam. Dus je zag ook zeker wel dat hij niet meer zo bewoog als dat idee bij de history tour of de Danger. Dat is logisch, maar logisch. je zag nog steeds in die essence ja. hoe hij de muziek voelde, hoe hij zong en hoe hij bewoog. Ja. Fucking Michael, er ja, beweegt niemand zoals hij. Ja, dus die momenten daar met hem op het podium en die interactie die hij had met de band over muziek, waar hij dingen zegt van ja. It has to be funky, but you can't let them know that it's funk. So you add a little bit more booty on top. De, de, van die termen, like, wat, yeah, man. wat bedoelt hij nou? Yeah, wat bedoelt hij nou? Wat wat, wat, wat zijn nou? En, en, Ook met die koortjes dat mensen aan het zingen, jij kooi een beetje. En hij kon alles op zo'n mooie manier uitleggen, waardoor ik leerde. Yeah. Yes, he is the boss. Yes, he is the, the, the chief of the yeah. of the ship. Ja. Yeah. But he knows his fucking craft. Hij heeft ja. de meters ook gemaakt. Hij weet hoe hij moet dansen. Hij weet hoe hij moet zingen. Hij weet hoe hij muziek moet composen. Dus hij kan heel makkelijk engageren met al die disciplines. Dus ja. zag ik dat hij eigenlijk een soort lijm was: ja. eigenlijk de creative director ook. Ja. En Kenny Ortega was ook de creative. Maar ja, Michael moet natuurlijk het podium op. Dus hij Tuurlijk heeft iemand nodig ja. die dat doorvertaalt. En met andere toffe dingen komt erbij. Maar hoe, hoe bizar is het dan voor jou dat. Uh, want ik, ik weet nog, toen hij kwam te overlijden, ik, was, ik, was, ik ging. Ja, ik, als, als echte. Van, I was broken. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment toen... mijn parkpop moest presenteren. En het zat, gewoon, het zat me gewoon dwars van... weet je ik zit hier te hosten, te presenteren... maar niemand heeft een ode gegeven of gedaan voor Michael. Toen weet ik nog dat ik heel brutaal op een gegeven moment tegen... Uh, de mensen zei, ik wil iets doen voor Michael. Nee, maar we moeten een show doen. Dus ik ging gewoon op het podium. Ik ging gewoon zeggen, I wanna... Remember Michael Jackson. Toen ging nog, zeg nog maar, een plaat opzetten. Die we iedereen Billy Jean zingen. Als ode. Ik, ik weet het niet van. Ja, ja, ja. Het gewoon, maar dan denk ik van. Jij hebt die man ook echt persoonlijk ook gesproken. Ik, ja, ik, ik, ik heb zijn kind ontmoet en dat soort dingen. Maar mijn grootste droom was om hem te ontmoeten en te interviewen. Ja, ja, dat was mijn... Ja, ja. Zo, Tuurlijk. Dus, toen hij er niet meer was dacht ik. Oh man. Weet je toch, dus, maar voor jou. Je hebt hem gesproken. Heb je een paar moves laten zien. Je hebt een beetje... Te, hoe was het voor jou om de greatest artist te verliezen... terwijl je hem ook nog een beetje persoonlijk hebt gekend? Ja. Dat moet wel iets. Natuurlijk, ja, het is ja. um, hartverscheurend, zeg maar. Omdat je... Het is een droom die waar, die, 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 die uitkomt, zeg maar. Letterlijk geen kinderdroom om met zo'n held op het podium te staan. Ja. En op een gegeven moment sta je in die Staple center te repeteren. Ik weet nog, dat als het dag van gisteren... We waren, zeg maar... Een nummer Dangerous aan het repeteren. Daar was hij nog niet helemaal happy over. Dus wij wilden wat veranderen en hem verrassen met: Yo, look at this, weet je. En we waren elke dag aan het repeteren. En op een gegeven moment waren we daar in de ochtend, ik weet niet, hier rond elf uur of zo. En uh, toen zou Michael ieder moment binnenkomen. En de director zat zo met zijn mike uh, ons aan, aan te sturen, de hele tijd. En op een gegeven moment kreeg hij een telefoontje. En toen zag hij aan zijn hele body language. En wij zijn dansers, dus wij lezen dat, snap je? Zijn hele body language veranderde gewoon. En hij plofte in zijn stoel. Hij was gewoon even stil. Yeah. Zei hij, oké okay guys, um, just take a moment for yourself. Um, we'll get back to rehearsal in a second. Terwijl dus we een beetje met elkaar praten, wat ze aan de hand is. Op een gegeven moment zag je hem weer aan de telefoon, toen hij, riep hij ons allemaal bij elkaar, kwam in zo'n cirkel staan bij hem. Toen zei hij van, oké okay guys, um, we got some really terrible news. Uh, Michael Jackson was on his way to rehearsal, but on his way he got taken to the hospital. In critical condition. Like wat? Ja. Iedereen was in die wat? Hoe bedoel je? Want wij gisteren nog met hem. Ja. Welke critical condition? Gewoon. Uh, it, het klonk gewoon niet of het kon, zeg ja, maar. Maar. Dus in dat moment kon niemand zich nog uh, aan dat gevoel en aan dat feit toegeven dat het zo was. Ja. Dus iedereen zat van nee, nee. En het enige wat we konden doen was prayers, prayers doen, zeg maar. Dus ja. Iedereen zat in gebedjes, in good thoughts, whatever. Gewoon van nee, man, dat kan niet. Nog dat ik naar de kleedkamer ging, dat we aan het wachten waren, dat er tv's waren in de kleedkamer. De tv aan, elke zender. Michael Jackson, Michael Jackson, Michael Jackson, Michael Jackson. Elke zender ja. was Michael. Mijn telefoon. Fucking, ik heb nog nooit zoveel oproepen gemist. Ja. Ik kom op een gegeven moment weer terug. De manager van uh, Michael was er ook. En toen kregen we het nieuws. Toen zeiden we van, Ja, Michael uh, is zojuist net overleden. Wow. Ja, man. Ja. Ik hebt een fout nu gewoon weer als ik aan denk. Wij stonden daar en het hele podium rechts van ons stond daar ook. En ik had het heel te mijn hoofd. Ik zeg, dit is, dit is fucking, lijkt net een film, het is bullshit, het kan niet. Ja. Ik, ik wilde niemand, wil, ik zeg, no, het is bullshit, het kan niet, het is gewoon boos. Gewoon de, ja. Alle emoties kwamen door je heen, zeg ja. maar, omdat, ja, ik, ik denk dat heel veel dansers en heel veel artiesten ooit zijn begonnen door Michael. En ook omdat je hem dan leert kennen, je hebt een band met diegene, je gaat samen op tour, dus je, je hoort een soort family zeg ja. maar. En dat je dan net zo iemand in je leven hebt, en ook de kans hebt om met zo iemand zo uh, meteen een tour te doen, dan wordt het ineens zo uit je leven gerukt ja, maar. zeg maar. Maar het moment dat het mij het meest brak, want ik ben visueel zeg maar, ik ben niet zo op woorden heel vaak, vind ik soms moeilijk. Ja. Dat we, ik zat op de grond zo gewoon, echt gewoon verslagen, zo nog te wachten, wij allemaal. Mensen huilen, ik had, ook, ik had nog geen tranen, maar ik was gewoon heel erg opzet. Ik snapte het niet. Ja. Dus 19 of 20 jaar was ik toen. En toen keek ik zo naar rechts, toen waren ze gewoon het podium aan het afbreken. En dat maakte mij kapot, want ik zag gewoon: Michael, zijn creatie, ja. de droom, zag ik zo piece by piece uit elkaar gehaald. Wow. Wauw. Al die strepen van onze schoenen, ja. die zweet en tranen van Michael en alles op het podium, werd zo langzaam uit elkaar gehaald. Wow. En dat beeld, zeg maar, dat is when I start crying. Like, dus ik was gewoon kapot. Toen dacht ik van ja, it's real. Ja. Hij is er niet meer. Want, hoe pakt hij, want op een gegeven moment, want je zou... Je kreeg een visum doordat je alleen zo ging voor, werken. Nee, voor drie jaar. Dus, voor drie jaar. Dus, dus, dus je kon nog drie jaar daar nog dingen ja, doen. maar je moet je voorstellen. Ik zat toen in een hotel. Ik was aan het repeteren. En toen op een gegeven moment, ja, word je de wereld ingestuurd. En ik, ik had toen nog nooit op mezelf gewoond. Dus ik was al daar naartoe gegaan. Uh, voor de eerste keer dat ik überhaupt op mezelf woonde, is het een fine-out lifestyle. Ja. ja. En uh, ik, ik, ik kwam daar en ja, toen zei ze zeiden ja, ze: uh, Je kan nog een maand in een hotel zitten. Omdat ja, jullie, toch? Het is een moeilijke situatie, maar ik weet zeker dat Michael dat, dat zo had gewild. Ja. Uh, mochten wij nog een maand in een hotel zitten. En toen op een gegeven moment moet je dan toch weer op je eigen benen gaan staan. En dan zit je in Amerika gewoon als jonge boy die nog niks van leven heeft meegemaakt. Nee, je moet ook geld hebben om te eten, toch? Want ja, hoe? Ja, hoe, ja want... Nee, we, we hadden natuurlijk wel uh, het uitbetaald gekregen voor de okay. werkzaamheden en alles. Ja. Uh, dus ik had wel wat finance, maar je had zeg maar, toen moest ik letterlijk weer op nul beginnen. Want je denkt dan, ja Michael, dat, ik dacht ook van ja ik heb nu Michael, dus nu word ik waarschijnlijk voor alles geboekt, want ik heb het hoogste gehaald. Ja, 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 ja. Maar dat was niet zo, ik moest me des te meer bewijzen, want iedereen in de industrie die dacht, wie is deze kid? Wie the fuck is die ene guy die heeft meegedaan met Michael Jackson? Die is van Hallen, Timor, Stephens? wie is hij? Dus alle choreografen en ook artiesten. Niet ze bellen mij, je kan die job boeken. Nee, ze wilden mij juist zien in een auditie en, en met eigen ogen ervaren waarom ik Michael ja. heb geboekt. Oh, wauw, serieus? Ja, gewoon van, oké, okay, laat maar zien hoe goed je bent. Hoe ja, voelde je dat of werd je dat ook gezegd? Dat erg. Nee, okay. Sommige mensen zeiden dat ook. Ze zeiden, van, oh, je, zo, je, ik, ik ging ook lessen doen. Daarna ik, ik vond het doods eng om daar in de lessen te staan, want alle dansers in die les wisten wie ik was toen op een gegeven moment. In Amerika. Ja van oh you're that kid dus als ik een foutje maakte oh you dance with Michael and your arms are like that en dan kon je dus ik kon geen fout meer ik voelde op een gegeven moment gewoon die pressure van yo Hoorlijk. ik moet perfect zijn of zo ik ben nu Michaels level dus ik moet maar ja. yo I'm ja. a human too en in die auditieproces voor al die artiesten merkte ik dat ook maar ik kreeg toen op een gegeven moment ook heel erg een drijf wij voelden ons ook echt soldaten van Michael in de zin ja. van hij zei ook you guys are my love soldiers in de zin van zijn message in die tour ja. Was zeg maar uh, spreading the message of love. Ja. Hij zegt de, de wereld heeft meer liefde nodig. Hij zegt de wereld gaat kapot. Er is er zoveel shit gaande in de wereld. En ik zeg: Ik wil dat jullie altijd vanuit liefde handelen. Dat jullie mensen gunnen. Dat jullie mensen respecteren. Dat jullie andere opportunities creëren. En dat jullie altijd vanuit puurheid handelen. Weet je? Goeie. Dus wij vonden ons echt die soldaten van ja, wij zijn die guys van dit is it. Wij moeten die legacy voortzetten. Ja. Dus met dat vond ik ook een verantwoordelijkheid dat als ik in een auditie sta. I'm that Michael Jackson. Ik ben de laatste guy die met hem heeft gewerkt. Dus I gotta represent. Dus ik ging elke dag trainen. Fitness, dans, noem het maar op. Ik wilde gewoon ready zijn voor wat dan ook. En zo doende ook, stond ik in de auditie voor Usher, Janet, uh, Madonna, Beyoncé, maar ook Chris Brown. En bij Chris Brown werd ook door de gooien geveild. Yo, that's that kid that danced with Michael. Chris was like, oh, that's him? Hmm. Kijken. Okay. En, en toen was het even uitvergoten van, oké, okay, hoe goed is hij? En toen had ik mezelf laten zien. Dus ik was zo, yo, you dope. So you need to go on tour with me. Oh, dat is Chris Brown, of je er zelf? Ja, hij zat letterlijk aan de jurytafel voor mij bij de allereerste editie. Dat was voor de Yeah, Three Time music video. Daar zag ik hem voor het eerst. Zat hij letterlijk voor mijn neus met de twee gooie gaven, Rich en Tone. En daar heeft hij mij gehandpikt voor de videoclip. Daar deed ik aan mee. Daar was ik ook nog een beetje groen. Dat was ook een grap. Gewoon Rich en Tone. dat zijn twee mentoren van mij. Yeah. Die hebben mij toen ook de kans gegeven. Die zei: ik Van ja, hij is dope. Bij die music video. Ik had kapot, veel stress en ik stond niet eens achter Chris Pratt te dansen, Ik dacht, oh nee, ja, ik ja. zag allemaal ook veterans, hè. ik was ja. altijd de jongste, moet je ja. voor, ook in Nederland, ik was altijd de jongste, dus altijd in een positie waar ik heel veel kon verliezen, ja. maar heel veel moest bewijzen, ja. zeg maar. Dus ook daar weet ik nog dat ik één keer, in, bij, bij een videoclip in Amerika, moet het perfect zijn, want als de artiest er goed uitziet, moet alles, dan, dan wordt dat de take. Yeah. Dus we gaan niet wachten tot de dansers het goed doen. Nee, het gaat om de artiest. Dus Chris was killing it. En yeah. I made a mistake in het begin. Dus oh. die, 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 die gooi graven ze. God damn it, motherfucker. Ze <laughs> so told you, this motherfucker isn't ready. I'm like, no, no, I'm a represent, man. I'm a represent. <laughs> <man."> <laughs> no, no, I got you. Hij kwam ze naar me toe. Ze oh. man, you got the fucking represent. You dance for Michael Jackson. Want hun hadden ook met Michael gedanst. Yeah. Dus we hadden hem zo, toch? Wauw. En voor dat, toen had ik hem wel goed geslijst. Yeah. Maar het mooie was, ik had zeg maar. Um, ik had zeg maar een, een biljet zeg maar, van de Michael Jackson is uh, dus er de repetities met Michael Jacksons logo een hoofd er dollar bil was het zeg maar die hadden wij gebruikt voor Smooth Criminal als je geld op de grond moest yeah. dus ik, ik had dat erbij maar dat had ik van Michael dus ik had er een aantal dus ik klopte naar Chris toe en Chris is jonger dan ik ben dus yeah. ik ging zo yo what up as I heard you're a fan of Chris of van Michael as well yeah man I'm devastated da 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 so yeah I want you to have this this is the last thing that we worked with on stage with Michael Jackson as a, as a memory zo, yo, that's sick, bro. Dus we hadden gewoon een hele toffe klik al gelijk. Ja. En daaruit is voortgevloeid dat Chris op een gegeven moment ook zei van... Yo, he needs to go on tour with us as well. Dope. Toen ging ik vijf jaar met Chris op tour. Dus het was heel grappig om te... Om, om, en niet grappig, het was heel bijzonder voor mij om... Continu in een situatie te zitten waar je het slachtoffer kan zijn van iets. Ja. Maar waar je ook kracht uit iets kan halen. En dat bewijzen continu van jezelf. Die motivatie van competitie. Ik weet niet waarom, ik... ik ik, I thrive on that shit, man. Als ja, maar het is ook een... omdat het zeg maar ook vanaf jongs af aan een soort brandstof ook voor je is geweest. Mm. Hè? Want zeg maar, je, je hebt altijd je plek moeten vinden um, en je bestaansrecht moeten opeisen. Op ja. jouw manier. Dit ben ik, dit ben ik. Ja, ja. En toen heb je iets gevonden wat je goed kon: dansen. Ja. En dan komt er iets in je, maar je gaat toch deze mensen niet veel laten afpakken. Maar het is, en daar komt een andere brandstof vandaan. Het is, het is precies dat. En het is ook zeg maar, het, het, het gekke is, het contrast is heel groot zeg maar, bij mij. Wat mensen vaak niet zien, als ze mij zien praten over mijn werk of over uh, dingen waar ik heel veel van af weet, dan kom ik heel confident over. Of heel, heel perfect of strak, weet je, emotieloos bijna. Maar het contrast aan de achterzijde is dat ik ook heel veel onzekerheid heb. En ook heel erg uh, gevoelig ben voor dingen. Maar het ding is zeg maar waar ik uh, het contrast in maak, is. Als ik naar een show toe werk bijvoorbeeld, of naar een auditie toe... ben ik kapot nerveus, kapot onzeker. Ga ik het opfokken? Ga ik wel goed genoeg zijn? Kan ik dit wel? Ja. Al die twijfels. En elke keer als ik een stapje dichterbij kom, krijg ik meer confidence. Maar ik zweer het je, wanneer ik op het podium sta... ik voel me goddo oh, gewoon. Niemand kan mij wat maken. It's my shit. Ja. Snap je? Ik voel gewoon, gewoon... Ja, ik weet niet, ik kan niet omschrijven. Het is gewoon, muziek gaat aan... Ik zit in mijn zone, zeg maar. En daar kan ik, daar voel ik me onsterfelijk gewoon. Ja. Like, ja. Ja. Het kan, ik kan het niet omschrijven. En dan, zodra de muziek uit is, dan kan ik weer, word ik weer heel onzeker. Dan ga ik denken, ik oh, was het goed genoeg. Ja. En dan ga ja, terugkijken. En dan ja. en wat vonden jullie ervan? Ik uh, ja, ja. vond het goed, Ja, oh, ja dankjewel. Ja. Dan ben ik heel awkward, ook in complimenten en zo. Dus dan, ja, ook nu, als ik dingen maak, heel veel confidence in het moment. Helemaal perfect. Maar dan als het dan naar buiten moet, net als bij die show die ik nu heb gemaakt, ja. dan vind ik het toch heel spannend of zo. Omdat dan gaan mensen het zien. Ja. En je ben moet dan je ik... creatie delen met de rest van de wereld. Ja, ja. It's, it's wat is het mooiste compliment wat je hebt heb gekregen in life? Natuurlijk heb je veel complimenten gekregen, maar sommige komen echt binnen. Bijvoorbeeld wat je zegt, wat jou eigenlijk duidelijk is bijgebleven. Toen je je moeder zei van... Yo ma, ik ga een auditie doen voor Michael Jackson. En ze begon te huilen. Het zijn dingen die... Uh, ja, snap ja. je? Zijn, je moeder is heel belangrijk voor Tuurlijk. jou, snap je? Is er iets wat je nog weet van... Ja, dat heeft mij echt... Snap je? Want ja, you're a kid is looking for himself... Je vader, heb je hem ooit nog gesproken trouwens? Nee, ik heb geen, uh, geen band met mijn vader. Bijzonder, man? Nee, ja. Want wat is het niet? Ik had ook met Het een John... story, man. Nee, maar het, is, maar, het is wel, maar het is wel bijzonder. Want zeg maar, ik had John van Heuvel hier ook een keer. Die, nee, die heeft zijn vader nooit gekend. En die had ook niet de behoefte om hem op te zoeken. Heb jij überhaupt ergens. Want we, zijn, we hebben allemaal vraagtekens. Ik heb ook geen goede mm -hmm. band met mijn vader. Het wordt nu wel wat beter. We hebben laatst een heel goed gesprek gehad over waarom hij er niet was. Het was echt emotional. Ik heb daar echt over gehuild. En dat is ding, maar. Uh, hoe is het voor jou? Zeg maar, heb je ergens. Want he's a part of you. Is the half of you. Heb je half of me. Tuurlijk. Heb je daar vraagtekens bij? Ja, natuurlijk. Daar... Ik bedoel, ik heb uh, heel veel dingen in mijn leven, zeg maar. die niet bij mijn moeder vandaan komen. Waar ik het dus afvraag: is dit gewoon wie ik ben? Of is het door mijn vader? Of komt dit vanuit mijn vader, die drive voor bepaalde dingen? Ja. Ik, uh, mijn vader is. Het is wel een fucking zielig beeld, maar. Ik ga het je geven, dan heb je die visual. Het enige beeld wat ik nog heb van mijn vader is dat ik op de grond zit en ik ben een banaan aan het eten, als jongetje, ik weet niet, drie, vier jaar of zo. En ik weet dat mijn vader langskomt en hij breekt zo PC van mijn banaan af en hij eet het en hij loopt de deur uit. Dat is het enige wat ik weet van mijn vader nog. Fysiek. Dat is de laatste keer dat je hem zag. Dat is het enige wat ik nog weet. Wauw. Daarvoor is het gewoon blur, zeg maar. Dat weet ik niet. Ik weet alleen een schim. Ik weet niet eens hoe hij eruit zag op dat moment. Dat weet ik niet meer. Maar ik weet alleen dat, hij, dat ik zo zat en dat hij zo liep iets pakte en dat hij zo bij mijn hoofd deed en dan liep hij zo. De deur uit. Ik heb mijn hele leven tegen mezelf gezegd: uh, Ja, ik, je, toch, ik hoef mijn vader niet te kennen. Ja. Uh, ik, moeder, toch? Moeder ja. was vader en moeder in één. Nee, toch? Ik heb hem niet nodig. Want als je het niet hebt, kan je het ook niet missen. Ja, dacht, die die, die, die tafdruk. Die taf ja, ja. Maar op een gegeven moment merkte ik ook, als ik in relatie zat met, uh, met, met, met vrouwen, had ik dan ook heel vaak toevallig partners waar hun familie wel compleet was. Ja. En dan kwam ik daar over de vloer, papa, en mama samen en zo. En dan voelde ik me heel awkward ja. als ik daar binnenkwam. Ik kende dat niet, toch? Dat was ja. alien soort van. Ja, ja. Zo'n perfecte familiesituatie, dat kende ik niet. Dus ik voelde me ook heel ongemakkelijk altijd. Ja. En dan werd ik heel erg warm ontvangen, zeg maar. Maar daar kon ik dan moeilijk mee omgaan. Voelde ik me een beetje awkward. Dus dan distancieerde ik me eerst in het begin een beetje. Ja. Totdat ik daar gewend raak. En dan vond ik het ook soms raar om te zien hoe dan... Ja, zo'n leuke relatie is dus vader en dochter. En vader en zoon, weet je. En dan ja. vrienden ook. En op een gegeven moment was ik 26, was ik in Nederland. En ik weet nog hoe mijn vader heet, voor- en achternaam. Dus ik dacht van, misschien heb ik wel broers of zo. Dus ik dacht van, ja, laat me gewoon iets proberen. Ik ging naar Facebook. Dus ik typ zo mijn vaders naam oh, ja. in. Ja. Dus ik dacht, ja misschien... Believe it or not, ik kom iemand tegen. Yassine. Zoals de achternaam niet zeggen, ik zie Yassine yeah. yes, staan. Yassine, yes, uh, yeah. L nog wat. Yeah. <laughs> ik ga zijn naam niet zeggen, toch? Yeah, yeah. Maar... Ik zeg, maar hij lijkt wel een beetje op mij man. Wie is deze guy, <laughs> ja. toch? Jonge, boy. Ja, jonge oh. boy, hij lijkt een beetje op mij, maar jonger toch? Ja. Dus ik bericht hem zo. Ik zeg, bro, hij zegt, hé, hey, Timo ben ik. Ik zeg, ik ben de zoon van uh, Mustafa. Ja. Ik zeg, uh, heet jouw vader Mustafa? En dan die achternaam. Erbij. Ja. Hij bericht me terug. Hij zegt, bro, dat is mijn broer. Hij zegt, wij weten van jou, maar wij wisten niet hoe of wat oh. we in contact met ze komen. We wilden al heel lang met jou in contact oh, dat komen. dat is mooi, man. Dus hij zegt, kom naar Limburg. Dus ik ga naar Limburg toe. Ik was in Nederland toen, dat was tussen die tour van Chris Brown. Dus ik ga daar naartoe en ik kom zo echt een Marokkaanse ossen in. Eén fucking bier van een opa zit daar. Dat is ja. niet mijn vader, maar een Berbergse grote Marokkaanse opa heb ik. Ja. dus. zit op de bank zoals Salam alaikum. Ik zit op die bank <laughs> zo ik zeg: Wil je thee? Ik zeg: Ja, ja ik drink thee zo. Tante erbij en ik zie mijn oom en een tweelingom daar op de bank zitten. Dus ja. ik zeg: 100 vragen toch. Ik zeg: Yo, what, what's going on? Ja. Hij zegt ja, ik ben hertrouwd, ik heb een nieuwe vrouw, dit zijn mijn kinderen. Ik, ja, ja, ik had een, jouw vader en jouw tante gekregen. Toen ben ik hertrouwd. En uh, daarom heb jij jongere ooms, maar dit zijn jouw ooms, dit zijn de broertjes van je vader. Oh, wow. En toen hebben ze niet die hele toren gegeven van mijn vader. Oh, wat er eigenlijk met hem allemaal uh, gaande was, waarom het zo moeilijk was. Ja. Dus misschien niet voor deze podcast. Oké, okay. maar, <laughs> maar, 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 maar heb je hem wel. Uh, ik heb hem dus ook niet kunnen spreken toen, door omstandigheden. Okay. Dus ik heb toen wel heel mooi contact met. Ik heb nu nog steeds heel hecht contact met mijn oom. Oh, dat is mooi. Met Jasin, daar heb ik een hele goede band mee over gehouden. Ja. Um, en mijn opa, dat vond ik wel jammer. Hij, wat ik grappig vond, ik heb dus om mijn hele leven uh, heel veel passie voor vechtsport. Dus judo heb ik vroeger gedaan, uh, multi-boksen, kickboksen. Ja. En gewoon alles met mijn lichaam, zeg maar, vind ik heel fascinerend. Ja. En misschien omdat ik een dans ben, dat ik er een beetje aanleg heb, omdat het beweging is natuurlijk. Maar ik dacht van waar komt dat vandaan, dat ik dat zo leuk vind? En ik kwam daar thuis en er hing zo'n poster op de muur. Ja. Dat hij gewoon nationaal Marokkaans kampioen boksen was. Oh je opa. Ja, kijk. Oh shit. Oh dus ik kreeg, zo, hey, shit, wait, wait, wait. Ja, ja. Dat ja. Vond ik leuk om te zien. Dacht, oh, misschien daarom dat ik dat ook leuk ja. vind. Dus ik, ik, ik vond het gewoon grappig. Dus is allemaal kleine dingetjes waar ik vraag waar het belang wil. Dus ja, ja. Ja, heel veel informatie. Ja. Dus dat, dat maakt het wel rond of zo om bepaalde vraagstukken te krijgen. Alleen wat dan weer heel, heel kut was... ik moest weer in Amerika. En toen, uh, een aantal jaar geleden... de aantal jaar daarna, is mijn opa overleden. Ah, was de te pies, man. Ja, dus dat is zeg maar... komt hij net weer ja. in je leven... en ja. is hij weer gone, zeg maar. Ja. Snap je? Maar je moet het vasthouden aan het feit... Ik, kennelijk, ik heb mijn opa ook maar één keer gezien... van vaders kant. En jaar daarom was hij ook overleden. Maar wat mooi is, bro... is dat je hem hebt kunnen zien... en dat dat ene moment... Een heel belangrijk, zeg maar, memory bagage is wat je in je kan zetten. Yeah. Want je hebt heel veel losse stukjes. Want ja, wat ik zeg ja. toch, je hebt, je hebt dingen van jezelf van je niet weet waar je het van hebt. Ik zeg ja. tegen mijn vader, ik weet totaal niet van hoe jij was als kind of wat je meemaakt, ja, ja. wat jouw struggles waren. Allemaal dingen waar ik misschien als man ook doorheen ga of zo. Heerlijk. Dus daarom stel ik ook die vraag van, weet je, maar je hebt dus ook research gedaan naar de FAM, dat is mooi. Zeker, ik vond dat belangrijk. Ik dacht van, dan heb ik in ieder geval, als er ooit iets mocht gebeuren met mijn vader, of als ik later ouder ben en kinderen heb, weet je, dat ik dan in ieder geval vanuit mijn kant die effort heb gemaakt om dat te proberen. Dat is belangrijk. Um, en ook, ja, ik weet niet, het is ook gewoon, uh, je, wilt, je wilt gewoon bepaalde dingen beantwoord hebben voor jezelf. Ja. Heb je nog meer vragen die beantwoord hebben? Of heb je ze allemaal nou, kunnen beantwoorden? Nou, ik heb wel de meeste dingen kunnen beantwoorden voor mezelf. Ik denk dat het gewoon uh, vraagstukken zijn, omdat je gewoon als persoon ontwikkel je heel erg, weet je. En dan maak je dingen mee in het leven. En dat is wat je zegt. Je bent als jonge jongen, vooral. Ja. Dat zie je ook heel veel met heel veel kids nu en ouder die geen vader hebben. Ze zoeken altijd naar een role model. Ja. Dus ik heb bijvoorbeeld veel verschillende stiefvaders gehad. Uh, niet altijd de beste role models, uh, maar ook soms weer wel. Dus daar haal je heel veel van uit. Je wilt je echt zo vasthouden als man. Ja. Je, uh, papa, uh, boys gaan vaak naar hun moeder toe. Voor als ze zich kut voelen of verdrietig. Ja, ja. Of de mama huilen. Ja. Maar papa kijkt ze naartoe: van, Oh, zo moet ik zijn als man. Ja, man. Heel belangrijk. En ja, maar. Dat heb ik bijna niet echt gehad. Zeg maar. ja. Waardoor ik continu daarmee, uh, ik zeg even wat, uh, een, een Michael Jackson of een, uh, een artiest of een creative of iemand die met business. Dat waren mijn role models. Klopt. En ik creëerde elke keer. voor een ja, ja, dat ken ik. Elke keer een stukje pakken, zeg maar. En zo piece je dan jezelf together, zeg maar. En ja. dan ben je zelfs nu nog, ik ben nu 35, ja. ben ik nu nog zelfs mezelf aan het ontdekken met bepaalde ja. dingen. Snap je? En dat that human aspect of it is, is gewoon. Uh, vind ik wel heel interesting. Dus je gaat binnenkort weer naar Amerika. Ja. Wat ga je daar doen? Ik ga, mijn, mijn doel is eigenlijk. Kijk, wat ik, wat ik heb gedaan toen ik naar de US ging, ik wilde daar als danser doorbreken. Dat heb ik gedaan. En op een gegeven moment uh, kwam ik op heel jonge leeftijd erachter, nadat ik heel veel dingen had afgevinkt voor mezelf. Dat dat vuurtje voor dansen begon uit te gaan. Omdat dit ja, niet meer uitdagend genoeg was, dacht ik van ik wil creëren. Toen kreeg ik in 2012 een uh, contact van vrienden van Amstel. Ja. Die zeiden van, uh, hey, we willen iets tofs doen. wil je de opening maken voor ons. En toen de tijd was vrienden van Amstel nog helemaal niet. Uh, bezig met hip-hop of trap music of ja. rap. Weet je, het was best wel uh, gebaseerd op wat het, waar dat merk van staat. was dat is eigenlijk de grootste kroeg ja. van Nederland, weet je. Ja. Maar zelfs daar dacht ik van: ik wil tegen de stroming ingaan, ik wil iets anders doen. Ja. En ik heb toen bij die opening heel erg gewaagd eigenlijk, heb ik trap music geïntroduceerd. Heb ik een soort van intro gemaakt met fucking dikke trap music. Ja. En. Ook daarin wilde ik mezelf weer een soort van bewijzen dat het ja. ook anders kon. en een soort stamp achterlaten. Dat vijf jaar gedaan, dus daar maakte ik me groei in als gooiegraaf. Dat was ook een reden voor mij om vaker naar Nederland te komen. Omdat ik dan dacht: oké, okay, dans weer in Amerika. Gooi graaf in Nederland. En dan als ik gooi graaf ben in Nederland. kan ik weer naar Amerika als gooi graaf. Ja, Continu nee. die bridge maken, snap je? Ja. Dus wat mooi was. die erkenning kreeg ik bij Vrienden van Amstel. Ik deed daar vijf edities of zo. En elke keer werden mijn formats. of mijn performances. Met een gemiddelde van acht of hoger gewaardeerd. Dus ik dacht: oké, dit is dub what I'm doing. It's good. Toen kort daarna kwam John de Mol. Die zei: Hé, hey, uh, ik heb een tof-format. Uh, het idee is: hoe kan ik nou bekende Nederlanders uh, iconische dansen laten doen? Dance is dance. Zijn we toen samen gaan ontwikkelen? was ik 26 jaar, 25 jaar. Zat ja. ik daar ineens ja. weer tussen allemaal oudere veterans. Ja. Weet je? Uh, in het begin heel erg mezelf moeten bewijzen: van... oké, okay, hoe is this young dog ja. die nu een beetje gaat vertellen hoe het moet? Ja. Maar dat deed ik ook weer bewust. Omdat ik dacht van, this is a, maybe a step back. Because I'm going from the uh, US to Holland. Ja. Maar nee, het is ook een stap omhoog. Want ik ben nu creative director. Ik ben in ben tv-format. Dus in de jaren dat ik weer in Nederland ben geweest. Ook corona. Heb ik weer heel veel stappen gemaakt als creative director. Heb ik heel veel shows kunnen maken. Heel veel ervaring opgedaan. En nu wil ik weer terug naar Amerika toe. Nu wil ik dat daar gaan doen. Oké, okay, gewoon daar de... Ja? Create... Oh, uh, mijn droom de is nog steeds. En dat doe ik nu al met Forever Young. Ja. Althans, daar, daar hoop ik op dat het gaat gebeuren. Dat is onze ambitie natuurlijk. Ja. Dat dit een internationale show gaat worden. Maar ik wil ook nog heel graag een tour maken voor een hele grote artiest. Internationaal. Oké. Okay. In Nederland zijn er ook een aantal artiesten waarvan ik het wel zo doop zou vinden om het te doen. Wie dan? Uh, Frenna, Boef. Oké. Okay. Ik denk dat zij zeker wel artiesten zijn waar ik iets heel doops voor kan maken. Frenna, Boef. Broskies. je <laughs> toch? Shout out. Proud of you guys. Die man heeft ideeën en plannen. Zeker. Zo we zeker. connect. Make moves. Dennis, ik denk dat ik hun, uh, hun, hun shows ook wel echt uh, op een andere manier kan, tot uiting kan laten komen. Ja. Ik vind dat een leuke uitdaging. Ja. En ik denk dat in Amerika zijn er nog veel meer artiesten die dat hebben, zeg maar. En ik heb echt een goud netwerk opgebouwd in Amerika. Met al die managers van die artiesten, uh, die, die, die toen de tijd assistenten waren, die nu groot de ja, tijd zijn. Ja. Ja. Snap je? En dus het is voor mij gewoon weer daar naartoe gaan, daar zijn, over contact komen en dan langzaam eigenlijk die, uh, die, die stap terugmaken naartoe. Mooi man, go him bro. Ik, uh, ik zie dit gewoon weer als een, als, een, uh, <laughs> als een moment weer dat je weer toffe dingen gaat doen. Maar weet gewoon dat je altijd gewoon bij mij altijd uh, welkom bent bro. Love je man. Um, het, is, het is een platform die ik heb gebouwd waar iedereen zijn verhaal kan vertellen. Ik bedoel, Rico Fuva, waar je ook goed mee uh, ja, ja. vriend bent, is ook hier geweest. Uh, Toen was ik bij hem in de gym. Binnenkort komt hij weer hier. Dus, dus ik vind het gewoon belangrijk om... Uh, Mensen een verhaal te laten vertellen. Kijk, er zijn ja. natuurlijk heel veel media-outlets. Ja. Uh, iedereen vraagt dingen. Maar hier laat ik gewoon mensen zichzelf zijn. Ja, ja, ja. En verhalen vertellen. Dat mensen ook een andere kant van jou te zien krijgen. Ze horen altijd Timor over dansen. Maar ook, we krijgen ook een andere kant van jou van je, dacht, je daddy, je mom. Je, je, waar je opgroeit, hoe je, je connectie met, met de ladies. Ja, ja. Samen je, je krijgt een soort. Ja, ja, ja. diepe dynamiek. Dynamiek. Vind ik belangrijk, omdat heel veel mensen die kijken en luisteren. die hebben ook dromen. En je moet leuk. er beseffen dat niks perfect is. Soms zijn er heel veel ups en downs in life. Dat is life. Het is een cycle. Yeah. Het gaat ja. up en down. Maar het is ook een mindset. Ik, ik zeg dat altijd. Het was, het was een meisje die tijdens een show naar mij toe kwam bij Forever Young. Die zei tegen mij, ik ben gestopt met dansen uh, een aantal jaar geleden. En ik weet niet meer hoe ik nu er terug in moet komen. Toen zei ik van, oké, okay, maar wat vraag je nu eigenlijk? Zeg je weer dat ik je nu ga pushen en je ga helpen? Of wat, wat is de vraag? Ze zei, nee, ik weet niet hoe en waar en waarom. Ik zeg, maar waarom ben je überhaupt gestopt? Ze zei, ja, omdat ik in een dansgroep zat en zij waren gestopt, dus ben ik ook gestopt. Ik zeg, oké, okay, dus jij laat eigenlijk je eigen passie en keuzes afhangen van anderen. Ja. Ik zeg, you need to be in a driver's seat. Zeker. In your own life. This is Zeker. your fucking movie, you need to direct it. Ja. Ik zeg van, want als je jouw moeder geen eten kookt, ga je dan niet eten? Je zegt, you need to want it as much as you want to eat. Ja. En dat is zeg maar hetzelfde wat ik echt mijn hele leven al voor heb gehouden. Ik ben de enige die dit gaat doen. Ik kan mensen om me heen keren van een team die mij kunnen helpen, die mij misschien uh, kunnen stimuleren of uh, kansen kunnen vergroten. Maar als ik het niet wil, ja. en als ik het niet doe, gaat het niet gebeuren. Als jij nooit had gedacht bij jezelf, ik ga een eigen podcast opzetten, ik ga dit doen, had je dat nooit kunnen doen. En dat is bij je eigen hoofd. En dat is denk ik het, het mooie, denk ik, wat uh, sommige mensen wel lastig vinden. En ik hoop dat dat iets is waar mensen wat bewuster van worden. Weet je? Zeker. Die inspiratie van, you know. Ik vind het zo moeilijk, toch, dat soms uh, het dak zo laag is. Ja, yeah, just blow it off. Ja? Yeah. Blow it off. Dus uh, blow it up. Door het dak heen, doe je ding. Als je thuis zit en je hebt dromen, zeg altijd: leef je grootste droom. Als het denkbaar is, is het mogelijk. Nooit opgeven. Als iemand zegt nee, creëer van die nee een ja. Yes, sir. Jouw enige limit is je imagination. Zeg Sky, ik zeg nee. Je imagination. Als je het in je hoofd hebt je kan het zien, doe gewoon je best. Just put in the work. Shout out iedereen die kijkt. Uh, abonneer het, like het, subscribe. Volg Tim maar ook. Hou hem in de gaten. Hij is met heel veel dingen bezig als creative director. De volgende keer dat hij weer in Nederland is, komt hij weer ook in Real Talk. En dan komt er deel 2, deel 3, <laughs> deel 4. Dit is gewoon een podcast, baby. Blijf reageren, blijf die Love Show. Dit is Real Talk, de realist. En shout out naar Janom, man. De man gaat binnenkort vechten. En hey. Check hem die link. Ga die man supporten. Yeah, Janom, wanneer vecht je weer? 21 mei. Hey, check that shit vecht hij In Almere. <laughs> Het is volgens mij in Almere. Je kan uh, tickets scoren en shit. Ik zet die link ook hieronder. Want je kan ook zien gewoon wie Jano is. Het is gewoon de link eronder man. Show me my love man. It's real talk. It's the realest bro. What? <laughs>